Een kerkgebouw heeft niet alleen een religieuze betekenis, maar behoort ook tot ons culturele erfgoed. Deze keer een bezichtiging van de Vrijkatholieke Kerk aan de Stationsstraat in Raalte. We worden hierbij rondgeleid door priester Frits Moers. Van oorsprong is dit een synagoge, gebouwd in 1891. Toenertijd woonden ongeveer een 40-tal Joodse mensen in de gemeente Raalte. En die hielden hier dus hun godsdienstige bijeenkomsten. En na de oorlog is er maar één persoon teruggekeerd die de concentratiekampen overleefd heeft. En uiteindelijk is in 1947 de synagoge gesloten, omdat er nog maar een viertal Joden hier in Raalte woonden. En die konden vanaf dat moment de dienst bijwonen in de Israëlitische kerk in Deventer. Toen is het gebouw overgegaan naar de Vrije Evangelische Gemeente. Die hebben erin gezeten tot 81. En toen is het gebouw aan onze kerk verkocht. Ja, aan de Vrijkatholieke kerk. Hoeveel van dit soort kerken zijn er in Nederland? In Nederland hebben we nog maar 9 kerkgemeentes. Ja. En hoeveel leden hebben die samen? Landelijk zitten we ongeveer aan een 800, tussen de 800 en 900 leden. Nou, ter nagedachte is aan de Joodse families, is door onze kerk in 85 deze plaquette geplaatst. Zij eerden God in dit gebouw dat voorheen synagoge was. Dus het is een godsgebouw gebleven. Ja, het is echt een klein kerkje. Hoeveel zitplaatsen zijn er? Nou, er zijn 55 zitplaatsen, hier beneden samen met boven op het balkon. Daar staat bovendien ook ons orgel. En van oorsprong is dat balkon vanuit de synagoge bedoeld voor de vrouwen die daar plaats moesten nemen. De mannen zaten beneden en de vrouwen boven. We hebben elke zondag dienst. En anders als het niet op een zondag valt wat betreft de feestdagen, dan ook op die dag. En mensen komen dus soms van ver? Ja, relatief gezien van heel ver. Maar onze kerkgemeente heeft op papier 65 formele leden. In Raalte hebben we geen leden meer. Die hier woonden zijn allemaal verhuisd. De mensen komen vanaf Enschede tot en met Apeldoorn. En vanuit het hoge noorden tot aan zo ongeveer Zutphen. Ja, het centrale punt in onze kerk is inderdaad het altaar. En dat staat weer centraal in ook de voor ons belangrijkste sacrament, de Heilige Eucharistie. Zoals u ziet staan er dus kandelaars met kaarsen op. En de hoofdkaarsen staan dus op de bovenste rij. En die zijn samen met het kruisbeeld op het tabernakel, die zijn ingelegd met 7 edelstenen, die ook weer terugkomen in de altaarsteen die voor het tabernakel in het altaarblad ligt. En dan ook weer terugkomen in wat wij noemen de straalkruisen, waarvan er de ene zit in de tabernakeldeur, in het kruis dat erop staat ingelegd. En dan zijn er verder 6 kruisen die in de kerk, hier in het midden, en aan de wanden gehangen zijn, die ook gezalfd worden door de bisschop bij de consecratie van de kerk. En die dezelfde edelstenen hebben. Waardoor wij stellen dat er dus krachten van edelstenen die ze altijd hebben, dus in alle richtingen eigenlijk met elkaar in verbinding staan. Dat is dan dus een innerlijke visie van trillingen die tijdens een dienst opgewekt worden.
we hebben geen koor. Bij ons, in onze diensten, zingt de gemeente alles mee wat er te zingen valt. En verder, voor zover de gemeente daar niet in meedoet, intoneert de celebrant de dienst. Dus en dat houdt in? Dat houdt in dat op een bepaalde toonhoogte het gezongen wordt. Behoudens het Onze Vader, dat wordt dan gewoon gesproken, gebeden door iedereen. Maar verder van in de dienst wordt er geïntoneerd op een bepaalde toon. En dat heeft te maken met het teweegbrengen van trillingen. In spirituele, in geestelijke zin. Dit is een icoon van onze schutspatroon van deze kerkgemeente. Christus Pantocrator. Dus, en dat betekent? Christus Pantocrator betekent Christus als de heerser over het al. Dan hebben we nog de godslamp, die normaliter tijdens de diensten altijd brandt. Maar gezien de brandweervoorschriften mag dat niet meer buiten de diensten. Dus dat moet altijd iemand in de kerk zijn. Maar dat is dus de vlam die brandt voor het Allerheiligste dat in het tabernakel zit. Dit is weliswaar een beeld van wat wij noemen Maria. En die vereren wij ook wel als de moeder van Jezus. Maar in onze kerk staat centraal, door het beeld heen, de betekenis van wereldmoeder. Tevens het vrouwelijke aspect van de godheid. Dus het beeld is niet zozeer een devoot beeldje om voor te bidden, maar als uiterlijk symbool van het vrouwelijk aspect van de schepping. Er zijn dus veel overeenkomsten met de Rooms-Katholieke Kerk. Maar er zijn ook verschillen. Nou, verschillen liggen hoofdzakelijk op het gebied van een hele andere innerlijke betekenis gevend aan de sacramenten. Maar verder komt eigenlijk het meest wezenlijke verschil hierop neer dat in onze kerk de leergezag een heel ander is. En ook de leerstelligheid dan in de Roomse kerk. Wij kennen dus wat dat betreft vrijheid van geestelijke en spirituele ontwikkeling. Dus mensen moeten naar eigen indruk en bevindingen en hun eigen geweten de zaken kunnen uitleggen. Wij schrijven dus niets voor. Er bestaan in onze kerk ook geen dogma's. Dus iedereen is vrij om zijn verbinding met wat wij God noemen op zijn eigen manier te uiten. En wij staan als kerk ten dienste van de mensen. En dan bedoelde de sacramenten bedoelen dan dus kracht en zegen te kunnen geven aan ieders eigen ontwikkeling. Minder regels en geboden? Helemaal geen regels en geboden. Tenminste niet in de zin van voorschriften. Mensen die in onze kerk echt lid willen worden, die beloven maar twee dingen. Dat is het streven naar onzelfzuchtigheid en de broederschap der mensheid. Dat zijn de enige twee beloftes die ze doen. Geen paus? Geen paus. Uit alle bisschoppen ter wereld van onze kerk wordt er om de 4 jaren een bisschop gekozen als voorzittend bisschop. Geen celibaat? Geen celibaat, geen salariering. Wij mogen als priesters en priesteressen in onze kerk getrouwd zijn en of gehuwd zijn, samenwonen. En wij moeten ook in ons eigen levensonderhoud voorzien. Wij worden dus niet bezoldigd. Wij mogen geen geld vragen voor die krachten die wij niet van onszelf hebben, maar van God gekregen hebben.